aan premier Rutte en minister De Jonge, waarin ze eisen dat het kabinet binnen 3 dagen nieuwe maatregelen aankondigt om het coronavirus in te dammen. Want ze maken zich grote zorgen. Ze vinden de situatie nu zo alarmerend dat het kabinet binnen enkele dagen met nieuwe maatregelen zou moeten komen. Dat staat in hun nog geheime advies dat Nieuwsuur in handen heeft. Wij komen nu met de voorstellen omdat we geschrokken zijn van de explosie van besmettingen in de afgelopen week. En dat betekent dat er snel iets moet gebeuren. En dat betekent dat we niet kunnen wachten op het rapport van de evaluatie van de aanpak eind augustus. Dat duurt veel te lang. Ja, u dacht dat u met vakantie kon misschien, maar dat kan toch niet. Ja, het land draait niet alleen om mij, dus ik denk dat ik wel met vakantie mag. Maar voorlopig werk ik nog, ja. Ja, maar toch is er in Den Haag natuurlijk reces. Terwijl heel veel mensen nu denken, ja, wat moeten we nou doen? En deze oproep van die experts, dat is ook niet zomaar wat natuurlijk. Klopt, wat we natuurlijk hebben gezien, vanaf de lockdown is dat verspreidingsgetal, die R0, is naar beneden gegaan. En zelfs bij de exit van de lockdown was die nog steeds laag. Nu zien we in 1 keer de laatste paar weken, 2, 3 weken, dat getal langzaam weer omhoog gaat. Nu zelfs boven de 1,3. Dat betekent dat elk persoon weer 1,3 anderen besmet. En dan gaat het hard. En dat is natuurlijk zorgelijk. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met de vrijheid, dat iedereen het gehad heeft, dat iedereen weer dicht bij elkaar zit, weer naar cafés en feesten gaat. Dat ook jongeren weer makkelijker met elkaar omgaan. Dat laten de cijfers zien. En die jongeren worden niet zo ziek, precies wat je zelf aangeeft. Maar die gaan daarna wel met ouders en grootouders die daarna wel ziek worden. Dat is zorgelijk. En in het begin zijn die getallen nog klein, hoewel de R0 wel wat hoger is. Maar de totale getallen zijn klein. Maar ja, dat was het in februari natuurlijk ook. Dat ging in het begin om honderden en kleine getalletjes. En op een gegeven moment kan dat natuurlijk, op een gegeven moment wat we dan noemen, exponentieel omhoog gaan. Ja, en dus is de vraag, wat moeten we daaraan doen? Vandaag in België veel in het nieuws dat ze daar nu ook op straat mondkapjes verplichten. De discussie wordt ook steeds meer gevoerd in Nederland. Waarom in Nederland geen mondkapjes? Nou, ik weet trouwens de argumentatie, want de RIVM zegt, het is nog niet bewezen, het wetenschappelijke bewijs is er niet voor. Maar deze experts zeggen, doe gewoon mondkapjes in ergens met 4 muren en een dak. Klopt. Mondkapjes zijn niet de oplossing. Maar waarom dan geen mondkapjes? 1,5 meter afstand of afstand houden, niet dicht bij elkaar, dat helpt, want het virus komt niet zomaar uit de lucht vallen. Of komt eigenlijk wel uit de lucht vallen, maar wordt zomaar overgedragen. Mondkapjes kunnen helpen, dat hebben we ook gezegd in het openbaar vervoer. Ik kom toch nog even terug op testen. Want er wordt gewoon te weinig getest. We hebben 2 maanden zelf ook erg hard gewerkt met veel mensen om heel Nederland te kunnen laten testen. Nou, kan het. En als we het niet doen, dan hebben we een onderzoek gedaan. 12% van Nederland zegt, als ik ziek ben... en ik denk dat het corona is, ga ik me laten testen. Nou, dat vind ik wel een schrikbarend laag percentage. Ik ga morgen weer, hè? Heel goed. Want we zien ook op dit moment dat meer dan 22% van de mensen die corona hebben, die hebben gevonden omdat ze in contact zijn geweest met mensen die corona hadden. Dus die hebben via die tracing gevonden. En daarom is het van belang dat iedereen ze laat testen en de mensen dan mee. Meneer Sjoerdsma, we komen straks uitgebreid nog over de testen, want daar heb ik ook nog wel wat vragen over. Maar eerst toch over die mondkapjes. Het is toch niet uit te leggen dat in al onze landen om ons heen dat mensen gewoon mondkapjes dragen. Dat dat prima gaat. Ik ben net op vakantie geweest en daar ben je binnen een halve dag eraan gewend. En dat Nederland alsnog er niet aan wil. Ja, dat is ook ik denk ook dat het niet goed is dat we zo lang een discussie hebben. Die mondkapjes. Er zijn 2 kanten van mondkapje. De binnenkant en de buitenkant. De buitenkant kan je beschermen tegen andere mensen die corona hebben. En dan moet je voorzichtig daarna met dat mondkapje omgaan. Als je zelf corona hebt, dan moet je geïsoleerd zijn. Dan zou je niet buiten moeten zijn. Maar als je toch ergens bent of het nog niet weet, je bent nog niet getest of je weet het niet, dan beschermt een mondkapje een beetje dat het anderen infecteert. Ook die rol hebben we allemaal met elkaar om anderen te beschermen tegen jou. Er zijn nu zoveel mensen die er iets van vinden. En er zijn maar 2 groepen die het kunnen oplossen. Dat is het OMT met het RIVM, de wetenschappelijk invalshoek. En het kabinet die er iets kan besluiten. Ik kan maar 1 oproep doen. Deze 2 moeten snel bij elkaar en een definitief besluit nemen. Wat is de wetenschappelijke basis? Wat willen we als kabinet? En ik zou het zeer verstandig vinden
om daarbij ook om ons heen te kijken of Duitsland of België of Frankrijk en Spanje dat voor de flauwekul doen. Ik denk het niet. Nee, wat zou uw eigen advies zijn? Nou, ik vind ook een mondkapje dragen niet prettig. Maar ik zou liever dan maar die niet prettigheid willen hebben, ja, dan we straks het risico lopen op een tweede golf, een tweede lockdown. Dus als ik u zo hoor, zegt u, doe gewoon better safe than sorry, toch maar mondkapjesplicht. Nou, ik doe het zelf op sommige gevallen als ik denk dat ik in de buurt van andere mensen ben, wat te dicht is. Ik ben niet degene die alle wetenschappelijke expertise heeft, dus ik wil mezelf ook niet als een mondkapjesexpert. Maar ik proef bij u dat u er toch niet zo echt in gelooft, in die mondkapjes. Nee, het is niet de enige oplossing. Dus probeer niet één oplossing heilig te maken. Ja. Dat zeg ik. Maar ik denk wel dat mondkapjes een hele belangrijke functie kunnen vervullen. Dus ik zou er, als ik het andersom draai, ik ben er zeker niet op tegen. En of ik zou vinden dat we het moet morgen verplicht maken. Ja. Ja, dan maak ik mezelf ook één van die experts, zoals iedereen dat is, die de antwoord weet. Zij zeggen ook al, ik weet het ook niet zeker, ik ben ook een medisch expert. Ik ook niet, dus ik wil die ruimte ook laten aan mensen die er meer van weten. Maar er moet nu wel een duidelijke richting komen. Ik zou zeker ook naar het buitenland kijken. En nogmaals, als het dan moet, en het is onplezierig, nou liever dat dan naar voren. In het begin, toen corona net hier was, toen zei Mark Rutte dat iedereen corona ging krijgen, waarschijnlijk. Waarom wordt er nu, krijgen we nu ineens paniek als er meer besmettingen zijn, maar er zijn niet meer ziekenhuisopnamen of IC-bedden? Waarschijnlijk gaat toch iedereen het coronavirus krijgen en is dat niet gewoon hoe het gaat zijn? En waarom wordt nu dan zo gezegd dat er een tweede golf komt en het wordt opgeleefd? Mark Rutte heeft in het begin gezegd, het gaat even om flatten the curve. Dat hebben we gedaan, we hebben de curve geflat. Nu is het de tijd dat we groepsimmuniteit gaan opbouwen. Dat zei Mark Rutte in het begin. Maar het lijkt een goede vraag. Boodschap nu vergeten is. Krijgen we niet allemaal gewoon het coronavirus en is dat oké? Omdat 98% van de mensen die het krijgen geen of nauwelijks symptomen hebben. Is het niet oké om besmet te zijn met corona? Zou wel lekker bij. Ja. Meneer Siewersma. Als je naar de verre toekomst kijkt, dan als we geen vaccin zullen hebben, dan krijgt iedereen. Zullen we ooit naar die situatie toekomen. Want dan is er geen andere mogelijkheid. Als we wel een vaccin krijgen dat effectief is, dan hoeft dat niet dat iedereen het krijgt. Het tempo waarin iedereen het krijgt is veel lager dan we misschien in het begin gedacht hebben. Het is nu maar 5 of iets van 6% van Nederland dat corona gehad heeft. En we zien al dat met zo'n golf, die eerste golf, we de IC-capaciteit, de ziekenhuiscapaciteit niet aankonden. Mm-hmm. Het risico is nu, als we het loslaten, dat we weer in een probleem komen rondom ziekenhuizen, rondom IC. Ja. En we willen geen land zijn dat zijn zieken laat creperen en niet gaat behandelen. Zo'n land willen. Nu bent u natuurlijk toch ook wel een liberaal. En wat eigenlijk de discussie nu ook al is. Het gaat altijd over eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus altijd een groep mensen die zegt van ja, dat hoor ik jullie ook zeggen in jullie filmpjes. Het gaat om je eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat zegt u nu tegen jonge mensen die zeggen, waarom kan niet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen? Als ik mij veilig voel, dan kan ik doen wat ik wil. En als ik me niet veilig voel, dan ga ik toch gewoon binnen zitten. Hoe bedoel je, als ik me niet veilig voel? Als ik denk, nou, ik ben in de risicogroep. Want dat hoor je veel van jonge mensen. Ik zie iemand klikken. Die zeggen tegen mensen die in de risicogroep zitten, waarom moeten wij al deze verplichtingen en kunnen jullie niet gewoon binnen blijven als jullie niet veilig voelen? Dat zou ik apart vinden. En de reden dat ik dat apart zou vinden is dat risicogroepen niet 75 of 80 of 90-jarigen zijn. Maar de risicogroepen zijn ook mensen. Ik ken een aantal bedrijven toevallig deze week besproken, die heel veel mensen hebben tussen 45 en 55 die overleden zijn. Een van de grote Nederlandse bedrijven, 10 dodelijke gevallen. Aan corona. In de leeftijdscategorie 45 tot 55. Dus want die zonder een onderliggend lijden zijn er. Exact. En die gezonde mensen, relatief jonge mensen, ik weet niet wat jong is, 45, 55, ik vind dat jong. Maar die zijn eraan overleden. Ik denk dat je dus niet heel kan zeggen, ja, de mensen die risico lopen, die gaan maar thuis zitten, want die mensen hebben een baan, die hebben een gezin, die moeten dat onderhouden. Ik denk dat we met elkaar een beetje de verplichting hebben. En het is waar, de jongeren kunnen het krijgen, worden er niet zo ziek van als je 25 bent of wat dan ook. En ben je wel besmettelijk. Ja, de vraag is, ook aan de influencers, heb je dan niet toch een verantwoordelijkheid
voor de samenleving als jongeren om niet een verspreider te zijn. Iets waar je zelf niet ziek aan kan worden. Nou, ik denk als je een beetje weldenkend bent dat je daar wel in meegaat. Maar net wat ik zeg, er is zo ontzettend veel nu ook. Heeft een mondkapje wel of niet? Wat gaan we doen? Er is zo ontzettend veel discussie. Ja. Mensen weten eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. Wat werkt wel, wat werkt niet? Het is gewoon een zootje. En op tv gaat het naar een paar talkshows over. Maar internet gaat 24 uur per dag door. Wordt over gediscussieerd. Krijg je berichten eigenlijk over dat je bijvoorbeeld veel vliegt? Krijg je daar aan? Ja, ik draai bijvoorbeeld nu, dat zei ik net, elke week in Griekenland nog. En die man die heeft daar een club van waar 1000 man in kan. Die mag dan 100 man hebben. En die moeten dan allemaal 1,5 meter... Zijn die dan 1,5 meter afstand te dansen? Ja, dat moet dus gehanteerd worden. Nou ja, je bent wel echt een ei als je denkt dat gaat gebeuren. Want weet je, als jongeren met 100 man in, al geef je laat ze in de cigarette staan met 100 man. Als ze een drankje opkrijgen, weet je, je gaat toch met elkaar een proostje doen. En denk je, dat gebeurt gewoon. En zolang je dat soort dingen toestaat, dan wek je bij mij wel de komt bij mij wel de gedachte omhoog van ja, hoe serieus moeten we dit nemen? Terwijl je dit soort dingen allemaal toestaat. Waarom mag ik wel naast mensen in het vliegtuig zitten? Ja. Is dat dan in financieel belang van Schiphol? Of, ja, maar wat één ding daar, dat raakt daar wel aan. Het gaat hier dan over eigen verantwoordelijkheid om afstand te houden op zo'n feestje. Maar ook als je bijvoorbeeld nu vandaag terugkomt uit Kroatië om dan bijvoorbeeld 2 weken in zelfquarantaine te gaan. Wringt, ziet u ook dat de eigen verantwoordelijkheid toch wringt? Want ja, jullie kunnen niet controleren of mensen daadwerkelijk in zelfstandig gaan. Een soort gedoogconstructie. Ja. Het is wel ingewikkeld, toch? Ja, dat is heel ingewikkeld. En daar hebben verschillende landen ook een ander beleid in. In Frankrijk stonden mensen, politieagenten, leger, met mitrailleurs op de straat. Je kwam uit je huis, je ging naar de Albert Heijn. Wil je even een briefje laten zien wat jij precies gaat doen, enzovoort. In Nederland heeft het kabinet gezegd, en ik begrijp dat en ik sta er eigenlijk wel achter, wil je zo'n samenleving hebben waar je niet vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid en dus dat we het via politie, militairen enzovoort gaan afdwingen. Dat is wel heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Als je op deze manier doet, dan weet je zeker dat het niet werkt. Dat ben ik met je eens. Ja, maar dit werkt gewoon niet. Ik wil het niet. Maar als je heel reëel bent, dit werkt niet. Ja. Mensen gaan toch gewoon tegen elkaar aankruipen. Het gebeurt. Ik zie het overal gebeuren. Ik begrijp helemaal wat je zegt en alleen de vraag is, wil je dan in zo'n maatschappij leven? Overigens, als wij dat gaan doen als Nederland, hè, dan maar denk is er, ik dat is we ook de tafels hier vol hebben van mensen die daar niet mee eens zijn. Ja. Ik heb het liever ook niet, hoor. Precies, dus het kabinet vraagt toch, is het niet een eigen verantwoordelijkheid die je kan nemen? En dan precies wat de heer Schimmelpenning vraagt. Luister eens, als je als jongere niet ziek kan worden, een hele kleine kans, en je bent tussen de 15 en de 30, ik noem maar even wat, en je hebt zin in allerlei feestjes en verspreiding. Ik denk, een paar dagen verkouden, maakt niet uit. Maar je neemt het risico dat je ouders, je grootouders, je buurman, anderen dan toch in een tweede golf komen, waardoor we een tweede lockdown moeten hebben, waardoor mensen zijn banen weer verder verliezen, cafés weer dicht moeten, enzovoort. Dan denk ik, hopelijk krijgen we of ooit een keer groepsimmuniteit, of krijgen we hopelijk eerder een vaccin. Hoe kunnen we het opbouwen als we niet besmet mogen raken? Als we een vaccin hebben, dan zijn we nog 3/4 jaar, een jaar misschien verder. Dit was dan niet het leukste jaar met een beetje afstand nemen enzovoort. Ik ben er een topjaar. Hè? Nee, ik heb mijn zonen thuiskomen die studeren. Dan heb ik ook iets, het liefst een knuffel. Ik hou even afstand. Maar waar je heel erg voor moet waken is het idee dat geschetst wordt van jongeren willen gewoon wat voor hun het beste is. Ja. Want zo sta ik er niet in. Ik denk dat je heel erg moet laten zien hoe serieus je het virus moet nemen. En op deze manier wordt dat niet gedaan. Ja. En het is zeker niet zo dat de jongeren denken van, als het voor ons maar oké is, laat die oudjes maar lekker de pijp uitgaan. Want zo zit het niet in elkaar natuurlijk. Gelukkig. Dit vraagt om straks nog meer live Q&A op Insta. Want we zijn toch maar gewoon een ouderwets medium dat nu gewoon door moet met het volgende onderwerp, omdat we anders straks van de tv worden gehoord. Ja, zo is dat. Heel goed ingegrepen. We gaan zo praten met Eppo van Nispen tot Zevenaar. Hij is weer voor ons in het archief van Beeld en